voor alle inwoners van Leidschendam-Voorburg wens ik de komende kerstdagen u een fantastisch en gezellig feest. Om samen met vrienden, met dierbaren, om u heen het feest te vieren van vrede en licht. Voor 2020 wens ik u allen liefde, geluk en vooral gezondheid toe. Om samen het nieuwe jaar ook in te gaan en met elkaar een bijzonder jaar van te maken. Een jaar waarin we met elkaar ook stilstaan bij 75 jaar vrijheid. Ik wens iedereen hele fijne kerstdagen. Kerst, dat is toch altijd wel een mooi moment van gezelligheid met familie, vrienden. Maar het kan ook een mooi moment zijn om te zien naar elkaar. Iemand te ontmoeten die je normaal niet zo zou spreken. Die buurman of die buurvrouw gaat het daar wel goed mee. En dat lijkt me ook eigenlijk een hele goede gedachte voor het nieuwe jaar. Want samen maken we Wassenaar. En dat wens ik ook iedereen toe. In het nieuwe jaar 2020. Waar we omzien naar elkaar. En waar we voor zorgen dat we natuurlijk ook een veilig oud en nieuw met elkaar tegemoet gaan. Feest vieren kan. Maar laten we het wel op een veilige en goede manier doen. En dat lijkt me dan een fantastische start voor dat nieuwe jaar. Om met elkaar ervoor te zorgen dat al je dromen uit kunnen komen. Al je wensen die je hebt. En met elkaar ervoor te zorgen dat we ook weer een geweldig nieuwjaar tegemoet gaan. Ik wens jullie ongelooflijk gezellige, goede kerstdagen. En al het beste voor het nieuwe jaar. Dat wens ik jullie toe.